Vanaf 89 in Amsterdam op het Waterlooplein woon ik nu al bijna 20 jaar. Ik ben eigenlijk een soort special envoy, dat ik speciale regelingen beding voor initiatieven, vooral lokaal. Ik was er vorig jaar ook en verleden jaar ook en ik vond het zo leuk om dingen te horen over de buurt, over wat voor sport ze doen en wat voor activiteit is allemaal ondernemen. Want ik fiets heel veel door de stad. Dus nu zie ik dan ook van wat er zoal in al die buurten gebeurt. En dat is echt ontzettend leuk, heel intiem vaak ook. Ik was onderdeel van het Zuidpunt project. En ik heb daar ook veel aan de achterkant zeg maar, met die mensen gespart, wat geadviseerd. En onder andere om het hangend groot buiten de deur. Dus je verzekering, publiek, kan mensen het zien. Nou, en dat heeft geresulteerd dat ze hier ook een film hebben gemaakt. Als je het nou vergelijkt met vorig jaar, wat vind je dan van de films van dit jaar? Vorig jaar weet ik nog wel, was ik helemaal outrageous enthousiast. Want dat was de eerste keer. En toen besefte ik ineens van wat leuk om alle buurten mee te maken van Amsterdam. Nu ben ik daar dan wel al een beetje aan gewend, maar nog steeds heel verrassend om dingen daarover te horen. Hoe was dat voor jullie om daar op deze manier mee aan de stad te gaan? Het zijn ook professionele filmmakers, dus dat is niet een verrassing. Maar ja, het moet ook goed zijn, want een andere optie heb je niet, weet je wel. Succes is het enige medicijn van alle misère. Wees succesvol en alles is vergeten. Maar het is heel intensief. Ik ben er al vanaf 1 uur of 10 of 12 eigenlijk. Houd je het nog een beetje vol? Ik hou het nog net aan vol. Het is bijna niet echt tijd om tussendoor wat te drinken en zo. Want de drinker mag niet mee de zaal in. En om wat te eten is ook net aan tijd. En om vriendinnen enzovoort bij elkaar te houden is ook allemaal gedoetje. Maar het gaat allemaal heel goed, ja. En wat vind je dan van het Amsterdamse Buurtfilmfestival, dat die film hier gedraaid kan worden? Ja, geweldig, geweldig. Maar we gaan het ook verder brengen natuurlijk. Hè. Maar het is ook een mooi keerpunt om zeg maar, van die misère een voordeel te maken. Dat je een bepaalde positie gaat verwerven. En daar kan het filmfestival aan bijdragen. Ja, zeker. Het maakt het letterlijk zichtbaar. En zeker Zuidpunt. En in de buurt zullen we nog buurtpleintje. En mandjes, jonkers en mandjes. Gezellige hectiek vandaag. Ja, gezellige hectiek, zo kan je het wel stellen, ja. En heel interessant al die docu's te zien, heel leuk. Ja.